Een van mijn favoriete boeken uit mijn jeugd is nu een strip geworden. William Adams' Samurai is een nieuwe reeks bij uitgeverij Casterman. Alleen, deze strip is niet zozeer gebaseerd op dat boek, dat favoriete boek van mij uit mijn jeugd. Ik noem zo meteen welke dat is. Maar deze strip is gebaseerd op een man die geleefd heeft tussen 1564 en 1620. Want deze William Adams was namelijk de eerste Brit die ooit voet zette op Japanse grond. Schrijver James Clavell baseerde zijn boek Shogun, en dat is dus een van mijn favoriete boeken uit mijn jeugd, op deze William Adams. En later werd dat een tv-serie met Richard Chamberlain in de hoofdrol. Hij heette daar geen Adams, maar Blackthorn. Maar het verhaal is wel het verhaal van William Adams. En nu brengen scenarist Mathieu Mariolle en tekenaar Nicola Gencianella, mooie naam, die brengen nu dit verhaal als een strip. En dat vind ik wel heel leuk, want het is lang geleden dat ik het boek gelezen heb. En de materie in dit verhaal spreekt mij heel erg aan. Het is namelijk een clash van culturen. De toenmalige westerse cultuur uit eind 1500, die komt in contact met de Japanse cultuur. En het gekke is, eigenlijk niet eens gek hoor, maar de Europeanen uit die tijd, die vonden de Japanners maar barbaren en maar rare mensen die helemaal geen cultuur hadden. Deze William Adams die verbaast zich er ook over als hij daar is. Want hij ziet dingen en hij heeft zoiets van, ja maar de Japanners die hebben toch geen cultuur. Hoe kunnen zij dit nou maken? En hij komt er uiteindelijk achter dat de Japanners hele andere mensen zijn dan hij gedacht had. De vooroordelen die hij had blijken helemaal niet waar te zijn. Want de Japanners hebben juist een hele rijke cultuur en zijn verre van barbaren. Maar goed, nou loop ik al een beetje vooruit op het verhaal, want dat is voor volgende delen. Dit eerste deel beschrijft even het moment dat hij aankomt in Japan. En dat gaat niet helemaal op een lekkere manier, want hij lijdt schipbreuk. Hij strandt bij Japan, hij wordt ook meteen gevangen genomen. En hij komt in eerste instantie even onder de hoede van een jezuïet. En dan komt er nog weer een aspectje bij, want deze William Adams, een Brit, is een protestant. En protestanten en katholieken in de middeleeuwen, dat boterde niet erg bij elkaar. Dus die jezuïet die moet hem verzorgen van de machthebber daar, Tokugawa, die graag shogun wil worden. Een van de twee rivaliserende machten in dat gebied. En hij legt hem een beetje uit, ja, wat er allemaal speelt. En deze Tokugawa die ziet iets in deze Adams en die wil hem eigenlijk aan zijn kant hebben. Maar deze Adams heeft maar één ding wat hij wil. Hij wil weg uit Japan. En hij doet alles wat hij maar kan om dat voor elkaar te krijgen. Hij gaat erin zelfs heel ver en hij probeert zelfs die machten een beetje tegen elkaar op te zetten om zijn doel te bereiken, maar alles bij elkaar blijkt het te vergeef te zijn. En dan blijkt dat deze heer Tokugawa toch wat slimmer is dan deze Adams gedacht had. Het scenario van dit album kan mij zeker bekoren, omdat ik, zoals ik al zei, die hele materie heel erg leuk vind. Het hele idee van een westerling, een niet-Japaner die uiteindelijk samurai wordt, dat is een gegeven wat je ook vaker tegenkomt. Ik denk nu in één keer even aan The Last Samurai met Tom Cruise. Dat soort dingen, dat spreekt toch een beetje tot de verbeelding aan. Dus wat verhaal betreft vind ik het heel erg mooi. Qua tekenwerk, ja, het is op zich heel erg mooi. Vooral natuurlijk even de cultuurelementen van Japan. Er zit heel veel detail in. Maar toch alles bij elkaar. Als ik het hele album zo lees, dan ben ik er toch niet zo enthousiast over als dat ik gedacht had. Ik weet niet waar dat precies aan ligt. Een van de dingen waar ik wel toch een beetje, wat ik een beetje vervelend vond, was dat de letters zijn heel erg klein en dat vermindert toch een beetje het leesplezier. Dus ja, dat maakt de leeservaring voor mij even wat minder. Alles bij elkaar, ja, ik vind het absoluut een leuk verhaal over het album zelf. Ja, het moet misschien nog even groeien. Mocht je nieuwsgierig zijn, dan kan ik zeker zeggen, ga hem in de stripwinkel even inkijken. En als je dan denkt van nou, dit lijkt me wel wat, dan kun je hem zeker gaan halen en gaan lezen. Want het is alles bij elkaar wel een heel erg interessant en mooi verhaal. Dus mocht je hem toch gaan halen, dan wens ik je heel veel leesplezier met William Adams' Samurai. Bedankt voor het kijken en tot de volgende strip.